Welkom bij de gym van Hotech. Vandaag gaan we het hebben over de visie van Hotech, samen met mijn collega Maarten. Wij ontwikkelen samen in Hotech onze producten. Dus vandaag gaan jullie meenemen hoe ons brein binnen Hotech functioneert. Hey, even één ding, Mobile Key. Ja. Hebben we heel veel ontwikkeld. We zijn begonnen met Bluetooth. Toen dachten we van, nee, niet doen. Dat wordt hem niet. Dat wordt hem niet. App downloaden, security hacks. Hebben ook QR-code ontwikkeld. Ja. Op zich best wel een populair product, want je hoeft niks te downloaden. We hebben weer bepaalde beperkingen weer. En toen zijn we begonnen met CLE, Cloud Low Energy. En misschien kun jij onze kijkers uitleggen hoe we dat bedacht hebben, hoe we het gaan toepassen. Ja, absoluut. Ja, we zijn natuurlijk met Cloud Low Energy zijn we de IoT kant opgegaan. Internet of Things. Het slot online brengen, maar het ook gewoon toe kunnen passen op sloten die we eigenlijk al hebben. Dus ook als een klant van 10 jaar geleden komt. Nou, en van de concurrentie. Juist, inderdaad. Of collega's. Daarom. Dus dat hebben we denk ik heel goed gedaan door het op die manier in te steken. Dat we het als een add-on op het slot toe kunnen passen. En het eigenlijk voor al onze klanten die we al hadden en die we in de toekomst gaan krijgen, allemaal beschikbaar kunnen maken. Ja. En ja, wat is er nou altijd en wat zal er in de toekomst altijd zijn? Het internet. Correct. Dus ja, dat is gewoon the way to go. En daarvan weten we zeker dat we daar tot in de lengte van dagen in elk geval mee weg kunnen. Klopt. Ja, in Bluetooth, het is ontwikkeld eigenlijk om audio te versterken of te zenden naar een ander apparaat. Eigenlijk gewoon dat je je telefoon, je audio kan streamen naar je speakers van een auto. Ja. Dat vind ik eigenlijk de oplossing. Maar als je gewoon kijkt naar de nieuwe technologie in de auto's, de nieuwe elektrische Mercedes'en, zit geen Bluetooth meer in. Nee, het gaat er allemaal uit. Allemaal cloud. Ja. Je verbindt gewoon met het lokale wifi-netwerk. En op die manier heb je connectie met je auto. Ja, en hoe vaak stap je in je auto dat het niet lukt? Ja, dat het weer niet aansluit. Heb het weer niet aanstaan. Ja. En, dat klopt. Ja, goed. En ook natuurlijk groot nadeel is natuurlijk de appkant. Ja. Dat hebben we ook gezien natuurlijk in het verleden. Hè, dat wij wel dat mensen aanboden van slot is Bluetooth ready. Maar eigenlijk zei het helemaal niks. Nee, ja. Want je kon niks als hotel, dacht je, ik heb Bluetooth. Maar dan moest je een andere partij weer gaan zoeken. Iemand moest die app maken. Moet de app maken. Ja. Nou ja, dat werkt ook niet. Ik bedoel, de praktijk. Er zaten te veel haken en ogen aan. Er komt te veel bij kijken. Klopt. Ja, en kun je misschien even uitleggen hoe het dan precies werkt? Ja. Hoe we het bedacht hebben, zal ik het zo. En functioneert nu? Nou, wat we natuurlijk doen is, we beginnen met het plaatsen van gateways in het hotel. En de gateway zelf die is rechtstreeks met het internet verbonden. En via het internet verbindt hij met onze cloudomgeving. En vanuit onze cloudomgeving kunnen we dus eigenlijk alles aansturen wat we willen. Maar ook informatie oproepen als dat nodig is. En dat betekent dus dat we dus ook vanuit onze Your Mobile Key web app eigenlijk de sloten zo aan kunnen sturen. We halen de slider over, dan gaat een berichtje via onze cloudomgeving naar de gateway, naar het slot en die stuurt het slot open. Ja. Ja, dat is natuurlijk echt gewoon bijna magisch als je dat zo ziet. Als mensen dat voor de eerste keer zien, dan zien ze altijd even van, dan zien ze altijd even kijken Oh. Ze kunt het eigenlijk niet geloven, hè? Nee, als je het ook tijdens een beurs laat zien van, joh, wat is je telefoon of e-mailadres? Ja. Of WhatsApp, hè? We sturen het gewoon door, klik, je ziet reservatie. Je ziet ook alle informatie van het hotel. Ja, we zijn natuurlijk mee bezig gegaan. En binnen een minuut kun je je deur opensturen. Ja, binnen een minuut. Zoveel seconden, bij wijze van spreken. Dat klopt. Vanaf het moment dat je de reservering incheckt, kun je eigenlijk binnen een minuut bij je kamer kun je de deur openen. Zonder tussendoor nog iets te hoeven doen. Het gaat eigenlijk allemaal vanzelf. Als je nu ook hebt over check-in, zeg maar. Hè. We hebben ook wel verschillende partners. Ja. Die ook bezig zijn met online check-in. We hebben natuurlijk wel gezien dat tijdens de COVID ons product Your Mobile Key of Guest Key, dat is een andere naam die ervoor hanteren, heel veel een oplossing was voor onze klanten. Waarin denk jij dat wij met ons Mobile Key platform nog meer zouden kunnen betekenen voor hotels? Ja, kijk, wat je sowieso al zegt, het online check-in. Je gaat in elk geval ga je de hotels die eventueel niet meer met een receptie willen werken en eigenlijk alles willen automatiseren, die kun je gewoon helemaal alles uit handen nemen.
Je hebt eigenlijk heb je daarin heb je al driekwart van de stappen die ze nodig hebben, die heb je eigenlijk al zo beschikbaar. Nou, dan heb je natuurlijk nog een goed reserveringssysteem nodig. Eventueel al dan niet in combinatie met een check-in module of een check-in kiosk. En ja, je hebt het al helemaal eigenlijk al helemaal het pad geplaveid, om het zo te doen. Ja. Ja, wij zien ook de kiosken ook niet als vervanging voor een receptie. Het is ondersteuning, dus arbeidskrapte. Ik kom ook heel vaak in hetzelfde hotel. Het zijn hartstikke lieve mensen, maar ik hoef niet elke keer te zeggen, hallo, ik ben er weer. Nee. Dan zie je die mensen achter, ja, vaak in de grotere ketens, dan zie je ze achter de receptie zo, terwijl ik daarvoor sta. Het geeft ook de hotel de vrijheid om contact te maken met hun gasten. Ja, precies. Ik bedoel, ja. 20 jaar geleden gingen we vliegen en hadden we ook de eerste keer dat we in zo'n terminal stonden. Waar we ook een beetje op vloekten omdat heel je boardingpas helemaal verfrommeld werd. Maar uiteindelijk weet je gewoon nou niet meer anders. Toen liepen de meeste mensen liepen die terminals ook nog voorbij en gingen ze naar een check-in balie. Maar ja, dat is nu ook helemaal omgedraaid. Klopt. En gaat dat ook veel meer geautomatiseerd. En, ja. En het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Kijk, sommige hotels zullen inderdaad voor kiezen om het uit personeelsoverwegingen, want natuurlijk nu ook een dingetje is, om te zeggen van nou, we gaan dat automatiseren. Maar het kan prima naast elkaar functioneren. Klopt, ja. Als je bijvoorbeeld hebt, hè, als dat telefoon het medium is, hè, je hebt natuurlijk best wel de hype, noem ik het eigenlijk, je Apple Wallet NFC kan gebruiken. Ja. Dat is iets wat wij voor hebben gekozen om dat eigenlijk niet te doen. Wat waren onze beweegredenen daarvoor? Ja, weet dat als een van de beste. De Apple Wallet, ja, je bent natuurlijk, ga je op dat moment committen naar een bepaald platform. En dat is in dit geval is dat Apple. Maar daarin sluit je natuurlijk eigenlijk al binnen Europa zeker meer dan de helft van de smartphone gebruikers ga je eigenlijk dan uitsluiten van je mogelijkheden. Ja. Zelfs dat je dan als hotel gaat zeggen van ja, wij gaan Apple Wallet gebruiken. Ja, er is toch een heel groot deel wat Android gebruikt en misschien bijvoorbeeld een Samsung telefoon heeft. Ja, die hebben dat dan niet. Ja, moet je daar weer of iets anders voor gaan maken of die ga je misschien wel gewoon keycards uitgeven. Dus als je dan de andere kant in op moeten. Ja. En wij hebben daar natuurlijk met Your Mobile Key is het natuurlijk geschikt voor alle platform die er zijn op dit moment, maar ook in de toekomst. Misschien komt er over 3 jaar wel een heel andere partij die een besturingssysteem voor een smartphone ontwikkelt. Ja, dan kunnen we daarmee werken, omdat we niet afhankelijk zijn van de hardware die een gast in handen heeft. Ja. Zolang dat er internet op de smartphone zit, kunnen wij ermee werken. Klopt. Ja, en NFC betekent nog steeds dat je toch een bepaalde mate van een app nodig hebt om die informatie erop te zetten. Ja. Wij zijn anti-app, noem ik het maar. Want als je op je telefoon kijkt, hoeveel apps heb je, maar hoeveel gebruik je er gewoon daadwerkelijk? Ja. Ja, dus dat is wel een, denk wel een goede keuze geweest, hè, want we zien heel veel hotels die ook gewoon zeggen, ja, ik vind het helemaal geweldig, een app, maar ik ga ook niet voor 1 nachtje weg. Een app downloaden. Nee, en als iemand net natuurlijk het hotel binnengekomen is en eerst nog die app moet gaan downloaden voordat hij eventueel de kamer op zou kunnen, ja, dat gaat bijna niemand doen. Nee, maar je krijgt natuurlijk ook, je krijgt een e-mail dat je moet registreren. Ja. Krijg je de volgende e-mail met je wachtwoord. En daarna word je gewoon doodgegooid met allerlei e-mails van het hotel over aanbiedingen. Terwijl als je ons platform gebruikt, heb je het altijd gewoon bij de hand. Ja. Ik denk dat we daar ook een goede keuze in gemaakt hebben. Ja, absoluut. Ja. En wat ik ook nog heb gezien de laatste keer dat ik bij een hotel was, die ook Mobile Key had en NFC. Het werkte niet, want mijn bankkaart stond erin. Ja. En ik verwacht wel hoor dat in de toekomst dat probleem zal worden opgelost. Maar het is best wel knullig als je denkt van nou, oké, ik kan mijn NFC niet activeren, maar mijn bankpas zit erin. Ja, precies. Ja. Ja. Ik sluit ook niet uit hoor dat we het ooit in de toekomst, we kunnen het toepassen als we zouden willen. Absoluut. Dat zeker. De techniek hebben in huis, we weten hoe het werkt wat dat betreft. Dus, We zijn hotel, we zijn anders. We willen onafhankelijk zijn. We willen dat al onze klanten gebruik kunnen maken van alle opties die er gewoon zijn. Ik vind het op zich wel grappig dat NFC weer terugkomt. Want ik geloof dat we dat 15 jaar geleden misschien wel een keer of 10 jaar geleden een keer naar hebben gekeken ook. En toen dachten we van, dat is wel een hele ouderwetse techniek. Veiligheid, er zijn diverse discussies over. Ik vind het allemaal prima, weet je. Maar ja, sommige mensen geloven er ook echt in. Maar ik heb meer het gevoel dat ze dan geloven in de naam Apple. Ja. Apple staat daarachter. Maar ja,
prima. Als het moet, dan werken we ermee. Maar ja, ik denk dat als mensen ons platform echt gewoon zien, zoals we dat bedacht hebben, dan... We hebben het laagdrempelig gemaakt. Dus we kunnen het bij elk hotel kunnen we toepassen. Van een klein hotel van 10 kamers die een eenvoudige oplossing wil, tot high-end 500 kamers, 5 sterren, noem maar op. Je kunt alle kanten kunnen op. Zonder dat je eigenlijk dingen niet kunt bieden. Nee. Maar ja, stel nou bijvoorbeeld, er is een keten die heeft een app. En die gelooft helemaal in die app, omdat je er punten mee kan verdienen. Ja. Dan kunnen we nog steeds onze mobile key via onze API gewoon koppelen. Dat is het grote voordeel. Ja. Zo flexibel zijn we ook weer. En dat is ook ons grote voordeel. Onze flexibiliteit die we eigenlijk altijd al gehad hebben als bedrijf zijn. Het openstaan voor wensen en vragen van onze klanten. Ja, dat zorgt er ook voor dat we ons ook makkelijk aanpassen voor klanten die eventueel een andere insteek hebben. Ja, dat hebben we altijd wel gedaan. We hebben het ons af en toe wel best wel moeilijk gemaakt om dan voor één klant weer een speciale oplossing te maken. Maar dan zie je toch weer de andere klanten het ook weer heel erg leuk vinden. Ik vind het ook heel tof dat wij luisteren naar de klant. Ja. En de klant zegt, joh, ik heb een idee. We hebben ooit een keer met Great gehad. Die zei, joh, ik wil graag QR-code gebruiken. Ja. In combinatie met een terminal en alle andere dingen. Nou, toen zijn we gewoon... Je gaat erin mee. Gaan ontwikkelen. Ja. Ik weet nog heel goed dat we een lange reis ergens landen. En dat we dan smorgens vroeg te horen kregen. Ja, QR-code werkt. Yes. Dus Dat zijn mooie dingen. Maar het grappige QR-code is ook. Hè, we hebben eigenlijk YourMobile Key eigenlijk de QR-code ingehaald. Ja. Maar dan zie je bijvoorbeeld in Frankrijk verkopen we echt duizenden sloten met QR-code. Waarom? Er is nergens internet. Die Fransen zijn echt helemaal gek. Ik bedoel... Blijf mooi om te zien inderdaad. Ja, maar het is wel mooi. Hè. We hebben ook klanten die hebben QR-code en nog eens een keer YourMobile Key. Ja. En ik vind het ook heel belangrijk dat voor bedrijven ook duurzaam zijn. Dus dat je ook systemen van 20 jaar geleden, 15 jaar geleden... nog steeds door een chip toe te voegen gewoon toegankelijk kan krijgen tot nieuwe technologieën. Dus ik denk dat we daar een goede weg in zijn geslagen. Ik denk ook dat digitalisering onze toekomst binnen het bedrijf ook is. We zien ook natuurlijk onze collega's, ook nieuwe collega's die komen erbij en die zeggen echt van oké, kan dit? Ja, dit kan. En, heel belangrijk, 100% made in Holland. Ja, absoluut. Ja. Dus, alles dichtbij, de ontwikkelaars. Ja. Je spreekt dezelfde taal, je kunt heel makkelijk schakelen. Ja, biedt zoveel voordelen. Af en toe is het een beetje moe van ons, maar goed. Andersom ook. Dus ja, dat is ook zo, dat klopt.